Hebben jullie ooit een AliExpress uitlaat? Oh. We zijn met de hele reunite. Even een fotootje maken dat je gewoon naast staat. Ja. Blond. Even close op blonde. Oh, zijn ding is uitgevallen. Het is gewoon OnlyFans op de tv daar. En dat was hem. Ja, ja, let's go. 3 bowlingballen. Morgen al officieel de run op 180cc. BMX baan met de supermoto. Durf niet te breken. Oh ja. Handbaan. Duurt eens aan, man. Bloedneus, maat. Welkom iedereen weer bij een nieuwe video van een banger. Vandaag beginnen wij met onze vaginale douche die wij elke ochtend en avond in onze neus moeten stompen. Oh. Ik moet dit doen aan de arts, maar ik krijg er wel een bloedneus van. Mijn neus is zo'n randebiel, hè. Ik kan er echt niet meer tegen. Want als ik bij andere mensen ben en ik krijg een bloedneus bij iemand anders, vind ik dat echt verschrikkelijk. Want een bloedneus is irritant. Als je uitsnuift, dan kan het echt vast druppelt. Dan klats het alle kanten negels. Zo drama. Maar ja, vandaag staat iets wel super nice op de planning. Het weer ziet er niet zo belovend uit. Maar we gaan waarschijnlijk vandaag wel een dikke supermoto meeting houden. Met alle boys hebben de supermoto's eindelijk helemaal klaar. Ik ben benieuwd hoe ze eruit zien. Heel tof. Dus let's go. De crossbuild. Dames en heren, moet je eens kijken. Vandaag gaan we de crossbanen. Ik zeg het elke vlog helemaal afmaken. De ene laatste vlog. Ik ga het zo noemen. Want volgende week komt de kraan. En dan gaan we de hele dag pompen. En dan is hij helemaal af. Wat we vandaag gaan doen is het volgende. Kijk, als je zo de crossbaan op komt lopen. Kijk dan hoe vet crossdrein het al is. Wij hebben hier op het midden heel veel takken nog. Ja, en dit moet dus hier ook. Dus hallo meneer. Anders helpt u even hier. Pak een stok hier alsjeblieft. Goed zo, breng maar weg. Dankjewel. Kijk, hier is de crossbaan helemaal. En wij hebben hier in het middenstuk helemaal takken, zeg maar. Dus dit moet eigenlijk ook allemaal weg. Maat, moet je kijken, gast. Oh. Ik moet me inhouden. Ik ga misschien met de CLT hier al overheen. Even nog één flashback van hoe het toen eruit zag. Normaal zat ik daar nog zo tussen de bomen. Gast, dit is zo ziek, jongen. Kijk dan, wat een plek, joh. Je kunt hier met tanks alles gaan rijden. En dan kunnen we hem hier helemaal losgooien. En als we hier lopen en we kijken daar rechtdoor, hebben we daar die hele schans. Hier is er een aanhanger vol met bomen. En daar stonden we net. Gast, dit is toch een jongensdroom, jongens. Dit gaat zo ziek worden met content. Oh, ik kan gewoon niet wachten. Het enige waar ik nog mee bezig ben met de gemeente is om dit grond hiernaast, zeg maar, misschien te mogen fixen of te huren of misschien te kopen. Maar dit is pachtgrond, dus dat is dan voor dieren. Maar alleen hier loopt nooit echt iets. Kijk, als dit landschap erbij had. Niet normaal. Ja, maar ik zeg ook tegen jullie strijders, ik woon liever op het platteland een beetje dan ergens in een stad. Ik vind het allebei leuk, maar als ik ruimte heb om te crossen en leggen, dat vind ik zo chill. Dat vind ik zo leuk om te doen. Want ik zie dan ook allemaal content voor me. En dit moet dus volgende week naar de DAR. En die mensen van de DAR zijn een beetje gek van ons. Die denken, er nou weer een heel bos gaat legen. Maar het zijn allemaal dode bomen, dus het mag ook. Kijk ze aan, komt de aanhanger nu officieel de crossbaan op. En dan kunnen we deze hele zijkanten gaan lozen. Zaadlozen. Ik heb zulke random woorden. Net zoals nierstenen. Zei ik ook ineens net. Ik zit echt op fentanyl. Ik snap niet waar het vandaan komt, maar hè. Oh, kijk eens aan. Raptor. Oh. Ik vind pick-up zo lijp. Maar het zo niet te rijden in Nederland. Zijn we met de Ford Raptor de crossbaan op. Hey Floris, anders help nog even een keer hier. Goed zo, dankjewel. Kom maar, breng maar naar de aanhanger. Goed zo. We beginnen dus helemaal hier van achter en we werken dus helemaal daar naar voren. Onze gang, weet je wat grappig is? Ik denk echt serieus dat 80% van alle YouTubers nog niet eens ooit een kettingzaag hebben aangeraakt. Ik ga geen namen noemen, maar er zijn veel YouTubers die het echt alleen op de vingertjes houden met inzoomen en uitzoomen met de camera. Maar ik denk, ja, als je geld ermee kan verdienen, why not, weet je? Maar ik vind dat er ook een beetje mannelijkheid bij moet. En dat doen we door een kettingzaag. Woe! Een kettingzaaggeluid of een tweetaktgeluid? Levensgevaarlijk als je dit ding aan mij geeft. Sorry, was jij bang, baby girl? En blij dat die is. Maar ja, dus wat ik al zei, de crossbaan is echt nu nog op één dag na helemaal klaar. En volgens mij hebben we de eerste gasten daar al. De supermoto gasten, goddamn. Hallo Floris, hallo doorweekte hond. Heyo! Oh, de eerste supermoto, de tweede supermoto. Hey, hoi. Zo blij dat het niet regent. Oh, je bent zeker nat, gast. Drama, gast. Dat is niet lekker, hè? Nee. Wauw. Goddamn. Gast, je bent echt nat, man. Ja, ik ben zeiknat. Oh, zeiknat. Kijk, nu bril. Oh, die bril is sexy, gast. Ja, lekker. Hij is dik. Hij past echt bij jouw bike ook helemaal. Hij is wel echt nice, man. Die wielen blijven dik, jongen. Die zie je gewoon in het donker ook al. Echt nice. Wat een kut idee. Ja, wat is het idee, bro? Oh, man. Mijn jas. Zij. Ja. Wil je die jas dan meenemen? Waar is jouw jas dan? Ja, thuis. Heb je helemaal geen jas mee? Nee. Nou, kom ik eerst hoe ik heb het
trainingsvestje. Ja. Zit er al mijn spullen al in? Nee, mijn AirPods eruit. Die ga jij kwijtraken. Domme. Nat beestje. Lukt het? Perfect. Schooi even die paar takken nog erop, dus dan. Zijn we klaar? Ja, we moeten gelijk werken aan de winkel. Kom even de crossbaan kijken. Die is echt lijp geworden, gast. Hoi. Even netjes doen. Dat is even lelijk, denk ik. Ah, en al zijn schoenen ook nat. Ja. Oh. Jongens, wat vinden jullie van de crossbaan hier? We zijn al bijna klaar. Ja, Sander. Ja. Nat. Ja. Ja, wel gaaf. Maar ik ga de Seat hier misschien wel rond, ja. Als het echt hard gaat regenen. Ja, wauw. Hey, jongens, ik wil heel even tussen die vel, maar... Wat nou? Hoi, beschermen, ja, gast. Wow. Ah. En rug? Rug niet. Wel. Oh ja, rug ook. Oké, okay, ik ben klaar om te vallen. Het gaat even de lading van de crossbaan even wegbrengen naar de dar. Hebben we dat ook weer gelost? Normaal ging ik mee, alleen ik moet even op bedrijf weer letten voor als er klanten komen of iets. Dus tuning! Oh, ik wil ook een toeter hebben, gast. Of zo'n trainhoorn. Dat heb jij niet nodig. Ik ga bob. Ik vind jouw ding heel mooi, maar jouw geluid. Je moet gewoon een goede demper. Kort, die moet er gewoon een normale erop zetten. Dan klinkt het ding zoveel dikker. Hij klinkt dik. Maar hij is te hard. Ja. IJzel misschien dan. Ja, ik word terminaal doof als ik ga. Ik heb het lot vergeven. Ik zoek hem maar. Misschien dat vandaag iemand bob. Ik ben ook bang voor een nat rijden, jongens. Niet normaal. Wat een vibe toch weer als we dit zo zien. Dat doen we allemaal denk ik aan de supermoto vakantie. Helemaal mooi, gast. Gast, is dit gewoon witte plaat? En nu legaal witte plaat? Ja, witte aanhangerplaat of zo. Ik vind het helemaal mooi. Hebben jullie ooit een AliExpress uitlaat gezien op een supermoto? Wat is dit wol? Is dat verbrand? Nee, dat is gewoon het dempmateriaal wat erin zit. Oh ja. Gewoon uit. Oh. Hij klinkt gewoon normaal. Had het daar gewoon weg, hè? Oh. Nou, die staat. Bouwt weer, gast. Regent als de pest. Man. Kijk ze aan, twee supermotors in de kitchen. Gast, je ziet dit wol helemaal uitblazen. Hey, hoi, goeiedag. Oh, bescherming aan jij. Gast, ik heb hem gescreept, hè? Heb je kentik wel vastzitten? Nee. Ik wil zo'n ding gaan rijden, maar is het er niet vast? Nee, maar ik doe er dubbelzijdig tape omheen. Oh, oké, okay, dat komt wel goed. Maar kijk, het hele ding is afgebroken. Echt ziek gescreept, jongen. Ik ben daar echt helemaal trots op. Echt gescreept, ja. Ik ga straks gewoon nog een keer proberen. Ik wil wat zo Jordi heeft, zo'n inklapbare. Ja, dat is mooier, hè? Ja, dat is net zoals hier, zo'n inklapbaar kent ik zo naar binnen. Ja, dat is echt top. Ja, die is ook nice, maar ja. Dat is handig als jij straks A2 staat. Zo op mijn muil als ik een bocht vandaag ga nemen. Ja. Ik voel het aan mijn water. Heb je achter ook knipperlichten? Want ik zie je voor knipperlichten. Ik weet, als ze gaan zeggen, heb je knipperlichten, dan kan ik zeggen ja. En ze doen het ook. En een spiegeltje ook. Ik heb van alles wat, maar dan de helft. Wow! Die is geil. Wauw. Gast, hij is echt geil, man. Ja, toch? Ja, die ook, man. Oh, ja, moet je eens kijken dan, wat een kleurtje dit. Yo, maat, how's going? Heb je intercom nou, joh? Oh, kijk eens aan. We kunnen praten. We kunnen praten. Die is dik, hoor. Vind ik echt ziek. Hij is dit van AliExpress? Vind ik echt heel knap. Deze van AliExpress. Wat ziek. Is echt, oh, dat zadel ook, gast. Oh, dit is nou nicer. Oh, die velg ook dik. Even jouw brommer review, my man. How's life? Ja, lekker, ja. Lekker. Oh, deze is ook eentje geworden, gast. Wauw. Ja, lekker. Ik ga denk vol mijn muil vandaag. Of jij. Jij bent ook zeikersnat, gast. En jij? We gaan niet bij jou praten, dus helemaal nat. Oh. Maar gaat dat door die broek heen, dit? Of? Ja. Oh. Oh, ja. Oh, dit lampje is ook sexy. Hey, natte hond. Oh, hij is weer terug met een lege aanhanger. Waar is Vincent, hè? Anabole, gast. Of die komt niet? Die is anabole aan het gebruiken. Ah. Of die komt niet, Vincent, of wel? Ik weet niet. Kom maar, kort zo. Kom maar. Kom maar, kom maar. Floris, kom. Floris, kom. Oh. Oh, stepsis. Oh, pony. Meneer Heide, langs was echt chaos. Volgens net komt er toeteren alles, joh, hè. Wat droom je eruit? Romy krijgt stress. Och, wat gaat zij doen? Hey, kijk. Oké, de rep, de aders moeten er even doorheen. Wat die doen voor leven. Doe dat tuig hier aan, man. Mooi. Ik kan screpen, hè? Ja, ik kan wegklappen. Oh, ja, dat kun jij, hè? Oh, dat wil ik ook. Wegklappen. Nee, dat kun je nu niet. Ik durf hem niet te breken. Oh, ja, mooi. Gast, dit wil ik ook hebben, man. Dit is echt dik. Wegklap kenteken. Wow. Maar je hebt gewoon een subframe eronder gebouwd. Ja. En dan heb je besteld, of? Nee, zelf gemaakt. Dit is echt nice, gast. Oh, ik wil het zo graag hebben, gast. Dat ziet er ook mooi uit in plaats van zo'n ding erachter nog. Nou, kijk eens aan. Gaan we even mijn kenteken er weer mooi hatsenflats op zetten. God, non, die flikkert er elk moment af. Het gaat echt niet meer goed. Als ik hem zo erop... Ja, een beetje zo. Ja, en ik klik er alweer af. Mondje. Ik denk dat ik onderweg mijn kenteken kwijtraak. En anders... ik heb thee mee. Zo, hey, kijk eens aan, dames en heren. De brommert is lekker aan het warm lopen. Lekker om die vlek weer. En dit is wel even lekker. Woe! Oh, ik heb hem stomen dan, jongen. Wat als ik een wheelie kon doen en ik kon mijn andere hand zo met de vlogcamera houden? Dat kan wel in de toekomst. Dat is wel lijp. Heel klap kenteken doen. Dat is wel lijp, hè? Kijk, ik heb dit dus ook zo'n flap. Ik vind dat niet mooi. Maar klap kenteken, daar word je zwaar mee gestraft ook in Nederland. Ja, moet de Jordi gewoon even lief aankijken. Ja, Jordi on the game. Waar had jij jouw subframe zelf gemaakt? Ja. Hoi. Oh, joh, het is zo'n miezere regengas. We willen elk moment gaan rijden. En zoals jullie weten, ik heb angsten in de regen rijden. Blijf bij, traumaatje, blijf bij. Oh, yo, gek! Zo, hé! Oh my god!
Oh. Hey, dat is echt niet meer. Ik denk dat mijn andere pols gaat breken, maar dat is niet normaal. Zie je het net niet, maar het is zo miezig. Echt drama. Hey, kom eens, kijk eens. Wat vind je van deze sticker? Ja, minder mooi. Dus. Minder mooi? Ja, ik vind het mooier als kaal was. Ik vind de sticker mooi, maar ik vind het niet mooi op de Joris, mening? Ja, nee, nou. Wat vind jij? Niet nalopen. De sticker is mooi. Ja. Oké, dan doe ik hem hier ook plakken, en die andere. Nee, nou, dames en heren, we gaan gewoon rijden, anders het stopt toch nooit mee, dus let's go. Kijk eens aan dan, jongens, wat ziek, joh. Hè. Oh, daar gaat er al een. Lap shit. Ik denk echt dat mijn Ken tegen eraf flikkert elk moment, man. Maar ja, boeien. No play, no case. Hij is echt mooi, man. Full center op. Oh, wat een drama, joh, dit weer. Echt. Oké, okay, let's go. Wow, kijk eens aan hier, man. Fucking nice, gast. We zijn met de hele Reunite weer aan het rijden weer na, sinds de vakantie. Is wel leuk, man. Oh, zo'n pokken weer, gast. Als ik nu volgende remmen ga. Vol uitglijden, man. Oké okay dan, yo, let's go. Zo, dan zijn we dan. Zeg ik weer dat het is, jongen. Oh, kijk dan, gast, wat zie je. Oh, that girl is a real small world, all of young boys. Wat een chaos, jongen. Oi, 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 oi. Hier hebben we de 250ste C82 hier. Oh, kei nice, jongen. Ik vind het helemaal mooi, jongens. Ook is mijn broek zeikers, nou, maar maakt niet. Oh, zijn ding is uitgevallen. Oh, die van Jordi is mooi, jongen. Ik vind het echt mooi dat paarse gloed, jongen. Hij is uitgevallen. Nou, oh, gewoon weer mooi rijden, mooi. Even kijken of mijn kenteken nog opzet. Ja, hoor. De 250 C. Oh, wat een ding, jongen. Ik wou die dus halen als de nieuwe bouwproject. Supermotorbuild. Want ik dacht, daar kan ik al betere wielen op. Meer power. Maar jongen, 250 C. Dat is echt massive. Gewoon dubbele van dit. Dat is niet normaal. Hij heeft ook een GoPro. We moeten elke keer onze GoPro lensveen even schoonvegen. Omdat allemaal van die waterdruppels opzetten. Maar ik kan gewoon niks positiefs uit regen halen. Echt gewoon niet. Hey, Vespa. Die Akrapovic klinkt hard, joh. Ik vind het wel lekker. Toch, ik weet niet of ik nat ben. Ik weet niet. Ik ben sowieso nat door dit. Daar hebben we les moeten horen. Ja, zo begonnen we allemaal. Dat was wel leuk. Ik mag over een jaartje mag ik op voor mijn A2. Dus dat is helemaal top, jongen. Oh, yo. Kijk dan, wat ziek gaat. Maar hier staat een flitspaal. Maar ik heb geen idee hoe hard we gaan. Een beetje shit. Ja, hier staat hij. Ik heb geen idee hoe hard ik ga. Echt drama, joh. En er zit hier een gat in. Die bleef al haken aan mijn koppeling hier, man. Hij is echt mooi, man. Mooi kleurtje. Even invoegen hier, hartseplat. Ik weet nou niet of het wel of niet is gestopt met regenen. Oh, watersplash hier. Mijn veters zijn ook veel te lang, man. Moet je kijken, gast. Dat is eng, jongen. Mijn veters blijven haken aan mijn koppeling, denk ik. Nou, handhaving. Hey, ik ga hem eens proberen te screpen. Oh, had ik hem? Ik weet niet of ik hem had. Ik denk het wel. Denk het net wel, net niet. Oh. Hij valt gewoon uit in mijn wheelie, gast. En die jankbal hij ook, joh. Mijn jas is niet lekker, mijn protector niet. Pols opereren, hè? Begint altijd over mijn pols weer, hè? Breek één keer mijn pols. Ga één keer mee met hem, breek gelijk mijn pols. En nu, ik continu met mijn pols, hoor. Is goed, jongen. Ik sta erboven. Kijk eens aan, dan. Ah, maar kijk dan wat ziek, joh. Yo, die knetterij. Ik wil ook een. En dat was hem! Ja, ja, let's go! Dat was hem, geen scheep! Ja, ja! Dat was een scheep, Houston! Ik weet niet of die zit, maar hij zit. Baba! Hij glijdt toch spontaan uit met deze ene, jongens. Doe niet normaal hoe glad. Oké, okay, let's go! We gaan weer van start, hè? Nou ben ik blij dat ze een scheep hebben gezien, jongen. Nou kunnen ze er niks meer van zeggen. Ja, we gaan een wieltje boksen. Boom. Hoe pokkenweer het ook is, het blijft wel leuk. Het blijft altijd wel leuk. Als er hier fouten aan de linkerkant zijn, jongen. Dan... Ja, dan nog, dan kunnen ze niet zomaar omdraaien. Maar het blijft tricky. Ja, 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 ja. Wat vinden jullie lijper? Die pads daar of deze? Misschien moet ik die ook nemen. Want die zijn dun en ik heb van die grof, hè. Laat het even achter in de comments. Zo'n heerlijke bouwvakkers schoenen aan. Bouwvakkers hand schoenen. Mooi. Valt hij weer uit. Ik heb zojuist 30% meer schade aan mijn blok gebracht. Door hem continu te reffen. Oh, eng die bochten, jongen. Ik moet daar boven staan. Ik moet daar overheen komen sinds die val in die bocht, jongen. Met nat weer. Echt drama. Die kiddo's hier in de achterbak. Monstertje. Zit mijn kenteken nog op? Ja, Houston's. We gaan nu naar een leuke plek toe. Een carmeet plek ook wel. En dat is wel even leuk. Kan ik jullie zo wel laten zien. Dat is een lijpe plek om even wheelies en alles te doen. Komt hier nou een supermotor dan? Nee. Ja, ik weet niet wat het was. Kunnen we die labberden dan? Ik moet mijn neusspreiders nu eigenlijk hebben. Dan kreeg ik naast die vaginale douche van vanochtend. Heb ik ook neusspreiders op mijn neusgat open houden. Ik kan echt niet aan door mijn neus tijdens zo'n rit, jongen. Mijn neus nog verstopter. Ik moet echt hard trekken aan mijn stuur om op een hoge snelheid een wheelie te kunnen, jongen. Dan moet ik hem op en dan trekken, jongen. Hé, hey, brandweer. Dat is wel lijpe shots daar, hoor. Kip die dampen. Dikke brandweer daar. Oh. Oké, we zien daar dus een hele brandweer zijn. Ik heb wel respect voor brandweermensen. Die hebben meestal gewoon dat ze werk doen. Voor vrije wil ook. Maar ja, is wel
echt nice. Zet daar ook één milf bij die alles regelt. Maar ik vind het helemaal mooi, gast. Nice. Oké dan. Lekker, man. Waar gaat die beentje erop? My god. Ik blijf de eng vinden, een been erop, hoor. Zo, je been erop, dat is eng. Ja, het is veel te nat, ja. Oh, lekkere slide hier. Ik heb hem echt als een paardje zo. Hop, wop, wop, wop. Hey, Doran. Luister, ik dacht eerst dat ze boos was. Ja, ze willen foto, dat wij op de achterwiel zo langs rijden. Ah. Als jij begint, daar ik hier. Oké. Okay. Mooi, alles voor de brandweer, shot. Nou, hier moeten we dan tegelijkertijd gaan rijden met een wheelie. Dus dat wordt... Moet ik hier of daar? Kom maar, kom. Mooi, joh, ik knal bijna tegen een auto aan hier. Wauw. Ik kan ook kijken. ik film zelf. Oh, kijk daar. Riz. Bijna. Zullen we even een fotootje maken dat je gewoon naast staat? Ja, dat is dat. Ja, dat is prima. Zijn jullie hier voor excursie of... Ze hebben pech, want ik ben er, dus nu moeten ze allemaal dingen doen. Oh. Ik weet toch dat de carnaval er was? De man, joh. Nou, we gaan even een dikke brandweershoot doen. Want ja, dat vroeg ze om. Nou, why not? Upsakee. Allemaal armen over elkaar. Nee, jij mag wel. De crisis ook in je ogen. Ik weet niet wat ik moet doen. Hij is heel gauw. Ja. Ja, dat is wel een stoere foto. Ik hou hem zo. Van mijn lachen. Maar het is niet zo moeilijk, hè. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. Nou, dat zijn even lijpshots. Toppers voor de brandweer. Echt topvolk. Zo, we gaan nu naar een soort BMX-baan. Dat is wel even leuk, want dan gaan we met super... Ja, eens wilder met een supermotor werken. Lijkt me zo echt. Ik kan hem heel erg laten surfen, of hoe je dat ook noemt. Dat ik hem zonder gas op iets heel lang op het dode punt kan laten gaan. Curving? Ik weet niet hoe het heet. Dit is zijn naam. Kom mee padellen. Met monstertuben. Als iemand hier een wheelie doet, dan ga je echt volkomen op je muil hier gaan. Ja, volgens mij is het hier. Die BMX-baan. Ja, daar is die. Oei. Oh, kijk dat. Een BMX-baan met de supermotor. Man. Dit zijn wel natuurlijk kinderen. Daar passen we wel echt wel mee op. Maar ja, gaan we niet doen. Nou, er zijn veel kinderen op dat ding. Dat het fout gaat, dat is 100%. Dus ja. Hallo kindje. Hoi. Ga eens kijken of van bijna stilstaand een wheelie kan. Ja, we staan nu stil. Wow, dat is vet, gast. Ja, valt hij weer uit. Dat is best wel lijp, gast. Van bijna stilstaand een wheelie. Wow, yo. Heb je die op film? Oh, yo. Ik moet eens gaan oefenen op stilstaand een wheelie. Dat je zo rond kan cirkelen met zo'n wheelie. Ja, dat is wel lijp. Dikke bike life brommer, jongen. Ik dacht thuis bezorgd, maar die vrouw had een regenpak aan. Oh, politie. Oh, mijn god. Oh, mijn god, gast. Iedereen draait op. Al die koppen omdraaien. Oh, die tito. Pijntje. Als je met die supermotes ook zo Parijs ingaat. Ik ga het zo vragen aan de boys als ze Parijs reis willen doen. Daar is lijp, jongen. Met de Eiffeltoren rijden. Daar is lijp. Toch, we hebben keiveel lol en alles. Terwijl het weer echt boud is. Het is toch wel heel leuk allemaal. Gewoon een vibe. Nijmegen City weer aangekomen, jongen. Gaan nu even ergens een plekje kijken om te zitten. Maar we hebben geen idee waar we moeten zitten. Echt gewoon een hele gangbang aan supermotors, jongen. Kijk, hier even rechts voorrang. Dat is eng op deze rotonde. Heel veel mensen weten dat niet. Dus je rijdt echt vol deur. Oh nana, what's your name? Oh nana. Ik denk als we in Parijs gaan rijden, zo'n drukte hier, jongen. Dat is niet normaal. Hij vindt het helemaal mooi, gast. Gaan we hier nou doorheen? We moeten even een plekje ergens in de stad vinden om even lekker wat te zeupen. Denk op voor de brommer hier. Oh. Infrarood, overal. Best goed, tjoe. Ik wil best kapselen. Het laatste stukje was prima en ik vond het best leuk vandaag. Ja, dat wel. Brandweer, daar vond ik wel lachen. Ja. Ik zag ze al op het begin met zak alleen van die kast die telefoon pakken en filmen. Ja, wat vinden jullie ervan als we naar Parijs gaan? Heel met vet. Daar pakken bij echte lucht. In Parijs supermotorrij, dat is lijf. Oh. Kijk eens aan, lekker warm chocolademelk. GoPro erin. Yeah, let's go. Ja, kom, we gaan lekker in motorrijden. Mooi. Yo, kijk eens aan. Zijn we weer bij de bikes in de stad? Vleden, jongen. Kom eruit dan. Oei. Zo, gaan we de stad weer lekker uit? Toch vinden mensen wel mooi de supermotor in de stad. Supermoto in de kitchen. Bernds Arendt Hoog. Supermoto in de kitchen. Wow. Zo, glij uit, jongen. Mooi, joh. Dat was eng, gast. Probeer een wheelie, koppeling schieten. Bob, glij vol mijn muil. Zo, het begint wel steeds donkerder te worden. En GoPro filmt dat zo slecht in donker. Hè. Dat maakt het gewoon 10 keer donkerder.
recorder op beeld kopen, hoor. Dat is niet normaal. Dat is echt drama. Dan ga ik maar vragen of een 250cc, ja, of daar verschil in zit met 300cc. Denk het niet veel. Got him. Oh, ik had hem niet. Hey. Daar komt hij. Ja, ja. Oh. Ik kom hier niet meer tussen. Ek man. Zo, zijn we alweer bijna thuis aangekomen in ons lekkere dorpje. Boah, mooi brommer. Ik krijg ineens een hele motivatiekick, dames en heren. Niet normaal. Die dagelijks vloggen in me vormen. En ik zeg ook dat, wij de Monster Gang gewoon de 1 miljoen abonnees gaan halen. Dat moet gewoon gebeuren. Ziek lijk. Daar komt hij. Yeah. Oh. De volgende. Yeah. En de volgende. Yeah. Sweet Home Alabama. Gaat de poort weer lekker open. Boah, dat was wel een lekker ritje weer vandaag. Zeg, met de hele Reunite weer een ritje gedaan. Dit is spekglad hier, jongen. Als je hier een wheelie op doet, dan glij je helemaal uit deze platen, jongen. Ja, ik ook. Bam! Ga toch niet de crossbaan op? Mooi, man. Mooi, man. Ja, hier is wel de crossbaan voor gemaakt, though. Hij zit helemaal vast. Van een held, jongen. En nu jij. Ja, doe je niet meer, hè? Oh ja, hij is wit, ja. Goeie crossbaan. Mooi. Ja, dat mag ook wel. Veel moeite in stoken. Zo. Kijk eens aan, jong. Oh, dat was me toch weer een ritje vandaag, zeg. Onder jullie. Lekker ritje wel, dus. Zo, kijk eens aan. Brommert. Ik zeg het al, Brommert. Brommert, supermooi staan we hier. En Bram komt toch met een mooi idee. Ik ga even die putbike pakken om de crossbaan op te gaan. Wie doet er mee? Hij is al erbij. Eentje is te kapot. Oh ja, met supermoto. Kom. Eén keer, kom. Hey, ik rijd met jou. Ja, ja, de crossmotor, joh. Dit moet wel even gebeuren. De koppeling alleen even erop. En lekker band. Deze banden gaan keisnel lek. Oh, contact misschien niks aan. Doet je het? Oh, lekker man. Mooi, oh, joh, dikke stokje. Mooi, oh, joh, wat een plek, die crossbaan. Oh, dat is vet, joh. Mooi, oh, joh. Op de foto. Oh, dikke burn-out. Ik kan helemaal rondtrekken hier. Bluff, je pakt die springschan. Oh, machine. Wow. Oh, shit. Je lekker rondgooien. Oh, dat is lekker, joh. Ik vind hem al knap dat je hem aan kreeg, gast. Hier, ga daar erop. Ga daar. Ja. Hij gaat de bult op. Ho, ho. Dat is wel lijn. De niet-aanhangers moeten daar weg. Dan kunnen we lekker gaan jumpen daar. Oh, dikke vlam. Bibi, welkom op de Maaskantje. Wat zei jij? Kratje. Wie is dat? Een nieuw kut, jongen. Zwak darmen. Kratje. Ik moet zeggen, ik durfde nog wel wheelies vandaag. Naast dat het nat was. Af en toe slipte die weg, man. Ja. Dat was toch nog wel fun vandaag. Dat was wel leuk. Ah, gast, je hebt witte kappen. Oh. Dat is zo schadelijk. Witte kappen met mollen. En een wit zadel. Gras. Doe een beuna, strobben. Man, ik vind het helemaal mooi. Wat zou je ervan vinden als je zo'n heel blok laat cerakoten naar zo'n paarse kleur? Dat is ook wel dik. Ja, dat is te. Hè? Maar zwart is wel mooi. Nou, daar gaan ze. Ik ga jou eens helpen met binden. Kijk, deze witte plaat aanhanger, hoe lang die is. Mag gewoon hoor. Dus... Kijk mijn witte plaat aan hoor, hoe lang dit ding is. En dit is de maximale lengte. Ik vind het helemaal mooi. Ik gooi plekje in die water. Ik weet niet waar vandaan heb. Ik ben helemaal warm. En dan heb je zo'n tuning ding. En dan... Bop. De andere kant. Yeah. En we hebben een oprijplaat. Tunen. Ja, daar komt ie. Hartsplat. Keihandig dit ding, jongen. En handig, hè? Mooi. Zo, Brommert. Supermotor is opgeladen. Even een lekker dagje vandaag weer. Dat was echt top, jongen. Wel nog regenen, miserig, maar het was wel lekker. Hè? Kijk zoveel uit naar die vakantie, gast. Ja, naar Kroatië gaan we. Waarschijnlijk nog daarvoor gaan we naar Luxemburg. Parijs is ook al nice. Maar daar is te druk, hè? Maar is wel lijp bij de Eiffeltoren daar. Dat is gewoon een keer gebeuren, ja. Gewoon naar Frankrijk, Parijs. Dat is echt lijp. Maar als je daar een wheelie wordt gepakt, dan ga je de bak in, hè? Dat is rodeo rijden. Geen wheelies doen. Nee, doen we nooit. Doen we niet. Kennen we niet. Boom, kijk eens aan. Deze staat weer heerlijk op zijn plekje. En jongens, ik ben helemaal gesoot, jong. Ben zeiksnap. Koud, jongen. Maar het is wel helemaal top, jongen. Lido, het is helemaal top. Onshoe.nl voor de ziekste merchandise, dames en heren. Maar wat ik dus wel even wil doen. Ik ga dit moertje loshalen en ik ga dit moertje loshalen. Dan heb ik deze luchtfilterkap, kan ik dan loshalen. En dan kan ik er iets achter doen. Dat is een soort van de buddy dan van de supermotor. Dan kan ik dan een slot of iets anders achter doen. Of nog een mengflesje. Dus dat is echt top. Dan kan ik deze klep loshalen. Ja, helemaal top, jongen. Dan ga ik doen. Doei. Maar eerst. Ik blijf het koud krijgen, ook al ben je lekker in je huisje. Het is zo koud, jongen. Nee, maar dames en heren. Onze man heeft gelukkig een soort van kapsel voor mij nog klaargezet. Spoek. Dit is een lekkere hamburger. Moet ik even lekker voorverwarmen. Dat is nog net wat ik kan qua koken. Maar ja, het voelt Loki toch best wel stil en eng als je alleen thuis bent. Ook de bovenverdieping. Hallo! Maar zoals jullie weten, was hier wel altijd die klopgeest gaande. En die was altijd actief als ik dus alleen thuis was. Mijn ouders gewoon weg waren, ging de klopgeest hier met dat licht zitten kloten. Kei raar, want hier zijn de schakelaar en daar zijn de schakelaar. En jullie zagen gewoon dat de hele tijd bezig was. Ziek jongen, ziek eigenlijk. Misschien dat het dadelijk straks ook weer begint, wie weet. Ain't nobody
burger in mijn staan. Dan heb je natuurlijk eten in de koelkast. Maar ik kan hier gewoon geen combinaties uit bedenken. Ik zie hier mayonaise en kroketten van de airfryer dan. Maar voor de rest, ik kan hier geen... Ik kan gewoon geen connecties uit halen. Hoe de fuck moet ik hier iets van maken? En mijn moeder, be like, pakt gewoon één zo'n ding en maakt er gewoon een hele Big Mac van. Nou, we hebben hier tenminste wel lekker. Poep of wat het ook is. Gaan het gas aanzetten. Lekker. Stop. Ik heb brood nodig. Ik doe hem wel uit. Ik kan geen twee dingen tegelijk. Ik ga naar de kelder toe. We hebben geen brood. Ik neem friet mee. Is het over, friet. Ik ga geen hamburger eten zonder een broodje eromheen. Dat is voor mij geen hamburger. En ik moet er ook een soort van friet bij hebben. Ik wil gewoon gelijk een menu maken. Kan je ook een airfryer überhaupt? Airfryer. Ik weet niet waarom wij niet gewoon een lekkere frituurpan thuis hebben. Dat is altijd zo wit. Als ik bij vrienden kom, al een frituurpan. Wij leven op ovenfriet. Nou. Wel 10 keer zonder natuurlijk. Net zoals een airfryer. 10 keer zonder. Maar dat boeit me niet. Ja, Orta is toch al verzadigd. Ik heb waarschijnlijk een nieuwe Orta nodig door alle kapsel. Friet over. We gaan er maar mee leven. Let's go. Nou, dit is aan het bakken. Dit is in de airfryer. Weet je wat ook best lekker is waar ik achter kom? Gewoon bevroren frietje. Per laag, als je honger hebt zoals ik en je kan je niet beheersen, dan is het anders lekker. Dat boy is koeken! Oh my god, kan ook nooit een keer goed gaan. Ik hou mijn hand hier aan de zijkant. Airfryer naar beneden. Valt die hele warme plaat op mijn hand. Ziek verbrand. Oh my god. En voilà. Kijk eens aan. Ik kan het beet gewoon niet eens eten. Dit is allemaal aangebrand. Zelfs de champignons zijn aangebrand. En de curry met mayonaise gemixt met gebakken uitjes. Valt de hele airfryer verbrande stukje. Oh, dat is drama. But I am like. Zo, kijk eens aan, dames en heren. Ik heb een lekkere houthakker. Vestje aan. Daar heb ik ook al de kostbaar mee gemaakt. Dus hier loop ik me volle trots mee doorheen. We gaan nu lekker bowlen met de boys. En de boys moeten simperig zijn, want ze moeten weer een chickie mee hebben. Dus we moeten... Is wel even lekker leuk. Dus ik ga nu even de auto instappen. En dan gaan wij richting een ziek bowlingcentrum. Oh my god, wat een troep, maat. Niet. Gast. Ga door, Anna, kom. Niet door, Anna. Ruimte hebben, dat lukt niet echt hier. Ik kan hier echt niet meer leven. Word je zelf niet chaotisch? Jawel, maar. Er is geen maar. Er wijst één vinger naar jou. Okay. Er wijst één vinger naar iemand anders. En 3 vingers naar jezelf. Geef aan napraten. Ons dat quote. En ik zie toch niks. Ja, kijk dan. Hij wil een supermotor, hè. Jij bent de aanak. Aanak. Jongens, ik heb nog nooit... Jullie weten hoe ik rijd vanaf vandaag, maar ik heb nog nooit zo bang naast iemand gezeten van vandaag. Ja, kom eens. Ga eens weg. Kom, dit is niet fijn. Kom. Hebben jullie ooit een OnlyFans hier gezien? Ja, nee. Dat is mijn fest, gast. Hallo, dat is mijn fest. Ja, waarom? Verkeerd. Londen. Even close-up op Londen. Ja, half iets anders, ja. Wat? Nee, gewoon Londen. Mensen vinden dat interessant, denk ik. Londen. Londballon. Kijk eens aan. Lasergame. Mag ik jou laseren? Hoe raad het? Oeh, die was hard, maat. Hoe raad het, maat? Heb je al een potje gespeeld? Hallo. Goeiedag. Hallo. Het is gewoon OnlyFans op de tv daar. Eerste bol. Hoe zeg nou bol? De bol. Eerste vorm. Nog één. Zit er een gat in mijn broek? Wat zeg je nou allemaal? Ik heb mijn supermotorbroek nog aan blijven. Helemaal vergeten. Boah, ik was zo moe vandaag, hè. Oh. Nu heb ik een gat in mijn broek en ik durf niet meer op te staan. Dien, jongen. Anders ga je zelf gooien. Oh, je hebt er ook nog één. Dien heeft weer OnlyFans op zijn tv. Je ziet wel pies afkomen. Romy, let's go. Mag hem. Niet jezelf gooien. Oké, die gaat vol in de goot. Had ze vlat. Fout gaat. Noep. Lekker afval. Morgen gaan wij de runner ophalen. Denk 180. Ik hoop dat ik hem wel koop morgen. Als ik goed met de prijs kan onderhandelen, dan... Hebben we officieel runner, 180. Dan ga jij ook wel rijden. Dat gaan we gewoon doen. Nee, I'm gonna show you how to get 3 V-bucks on your Fortnite account. Fuck this. De vrouw zegt, ik drink nooit. Neem die woorden even terug. Ze had net niet op de klok, maar ik drink nooit. Alleen op een feest van Linken toen. 2 minutes later. Stay tuned voor hoe Romy straks eruit gaat zien. Welke bal gaat u pakken? Is dat uw bal? Oké. Oh, gast! Scammer, dat scam. Today I'm gonna show you how to get 3 V-bucks. Hoeveel kost je outfitje today, sir? Met Braga. Dat is een Braga in broek, toch? Weet ik veel. Nike Tech, stap. 200 set. Schoentjes. 80. Pet. Ziet er wel netjes uit. Dien heeft nog steeds Defcon voor 4 jaar. Gast, dit ding is... Oh, dat stinkt, jongen. Dat meurt gewoon dat bandje. Ik had niet onder de douche. Ik douche gewoon. Ja, maar... Oh. Eerste bal van Romy gaat altijd in de goot. En de tweede bal gaat goed. Wop. Ja. Tweede bal van het ballen. Wop. Stop it! Hoeveel is het wijntje is dit? Ik ben eerste. Zesde al, gast. Derde. 2 ballen tegelijk. Oh, je kan zien! Oh, we hebben strijd, gast! Oh! Het werkt best wel goed, 2 ballen te rijden. Lomste gooien ooit. Ik ga hem zo lomp mogelijk doen. Nog een keer, zo lomp mogelijk.
gooien. Gewoon op de boom van langs. Oh, lekker pik. Gaan we los. Doral, die pakt die gele. Nou, best prima. Hier komt ie. Third first. Strike. Hey, doe even normaal, Komt hier niet aan. Hoppa. Gaat fucking hard, gast. Strike is een runner 180. Oh. Dat zou een strike moeten zijn. Jongens, moet je nagaan. Ik heb een thermovlies gevonden. Moet je dit zien, jongens. Nog van de supermotorij. Ik ga dood. Mol is een sport. En gebruik energie. Maar I'm dying. Ik heb zo heen. Niet normaal. Hij is wat you. Hey, let's go. Hey, drie bowlingballen tegelijkertijd. Voor je weggestuurd. Jongens, moet je kijken hoe rustig het ineens binnen een seconde is. Iedereen moest opruimen en ineens was het helemaal stil. Iedereen is gelijk weg. Ja. Dien, 1 op 3 door je daar naartoe rent. 3, 2, 1, 2, 2, 1, 1. Nu voor hem. 3, 2, 1, 3. Ja, 3! Ja, 3! Nina, je nou kom, hup! Ja, maat daar. Ja, sim. Laat je disco vapes weer zien. Die vape, dat is slecht. Dat doe ik ook niet. Dat is slecht. Ja, daarop. Tot morgen bij de runnermaat. 10:30 bij jou, hè? Ja, stept 10:30. Maat, moet je kijken. Een zieke RS6 gast. Oh. Die kan ik je nou net niet geven. Kom, we gaan naar mijn Peugeot. Oh, kijk. Ja, een mooie Peugeot. Maar... ik moet weer auto rijden. Staat er een dildo op mijn zadel hier? Met zijn stuurslot erop. Wat een meme. Als je een stuurslot hebt, moet je het stuur naar links doen en dan komt dat. Dat weet ik. Ja? Ik heb water. Laat je discobal zien. Die wel, hè? Hey, Roesbout. Wait a minute. Water. Oh. Dames en heren, ik zou zeggen, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker, want morgen gaan we officieel de runner 180cc op A1 halen. Wauw, wat een ding, jongens. Ik heb gezegd, met alle brommerprojecten is dit wel echt van de hele bike life. Een Gilera runner 180, dat wordt overal gezegd, is wel de brommer. Ook al vind ik het zelf, ja, het ziet er niet heel vet uit voor mij dan. Ik vind andere brommers zoals een Zip veel lijper eruit zien. Maar het is een dikke runner, het is gewoon lijn. Stay tuned voor morgen. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker om meer van dit soort gekke content mee te maken. En dan zie ik jullie weer strijders in de volgende video. Bye bye. Dit was mijn verbrande toast. Weet ik wel wat het is.